Achter ons in de haven van Harlingen is de politie nog volop bezig met onderzoek naar het ongeval waarbij vanmiddag 3 doden zijn gevallen op een schip. Harlingers die ik hier heb gesproken in de haven zijn geschokt. Sommigen wonen echt al tientallen jaren hebben kunnen zich niet meer herinneren dat zoiets heeft plaatsgevonden. Velen van hen zeilen ook zelf. Friesland is natuurlijk een echte watersport- en waterprovincie. Ze vragen zich ook af wat er nu precies gebeurd kan zijn. Waarom is de mast gebroken? Sommigen zeggen, ik ben bij wijze van spreken mijn hele leven al op het water. Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt. Ze leven zeer mee, ook met name met de Duitse toeristen. De Duitse watertoeristen die dit hebben moeten meemaken. Een groep van ongeveer 14 mensen. Het is nog niet klaar. De politie is achter ons nog bezig. En hoop binnenkort antwoorden te hebben. We hebben de politie gevraagd wat het onderzoek nog inhoudt. Ja, zo'n schip die de zee op gaat moet uiteindelijk helemaal goed zijn, zodat dit soort dingen niet kunnen gebeuren. Ja, wat er precies is gebeurd weten wij natuurlijk op dit moment ook nog niet. En dat gaan we onderzoeken. Dat gebeurt voor een deel door de recherchemensen hier uit Noord-Nederland. Maar ook door de landelijke eenheid waar de technische mensen uiteindelijk kijken wat is de stand van zaken aan boord van het schip geweest. Ja, en hoe was natuurlijk ook de technische stand van zaken.